I can swear, I can joke. I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you'll see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls. Cause I'm not just a pretty girl. Woo! Tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe weekvlog. Mijn energy is high. Het is vandaag maandag, guys. En ik weet niet wat er is gebeurd met mij, maar ik werd vanochtend wakker. Ik voelde me gewoon heel erg goed. Ik heb heel veel energie. Misschien heeft het ook wel te maken met het bakje koffie die ik al op heb. Ik heb ook al de weekvlog klaar. Ik heb ook al de weekvlog klaar. Ik heb ook al de weekvlog klaar. Als eerst wil ik eventjes iets gelijk kwijt. Ik gooi het er maar gelijk in. Want dan heb ik het ook gelijk gehad. En dan weet jullie het ook. Ik wil gewoon meer dingen laten zien. En ik weet, ik heb het eerder gezegd dat ik meer dingen wil laten zien. Maar ik moet echt eventjes een klap geven aan mezelf. En denken, ik moet jullie meer laten zien. Want ik lul alleen maar. En jullie willen meer zien dan alleen maar mij horen praten. Toch? Ja, oké. Goed. Nigel die heeft eindelijk na 80 triljoen jaar zijn customized voetbalschoenen besteld. En wij zijn hier letterlijk en figuurlijk al 4 weken mee bezig. Zondag, Nigel zit weer op voetbal. En zondag is natuurlijk niet mijn vlogdag. Dan is het eigenlijk mijn editdag. Maar tegenwoordig doe ik dat op maandag, omdat ik het veel chiller vind. Maar zondag voetbalt Nigel altijd. Tweede week zondag is zijn voetbalschoen dus ook kapot gegaan. De voorkant kon gewoon letterlijk en figuurlijk eten, praten. Die kon gewoon alles. Dus hij moest nu wel eindelijk, yes, zijn customize schoenen. Rambo bevestigt het eventjes, dat het eindelijk eens een keer is gebeurd. Ze customize voetbalschoenen bestellen. En kijk eventjes hoe mooi ze zijn. Kijk nou eventjes hoe mooi. Groen met goud en dan een zwart ding. En hier staat NZ, de voornaam Nigel en zijn achternaam. Die ga ik niet zeggen. En dit is de andere kant. Oh, en dit is de onderkant. Kijk die gouden onderkant met die zilveren noppen, denk ik. Of grijs. Nee, ik denk dat het zilver is. Kijk hoe lit ze zijn. Kijk even hoe mooi deze voetbalschoenen zijn. Wauwie. Zijn ze niet mooi of zijn ze niet mooi? Ik vind ze wel mooi. Hij krijgt dat van mij. Het is een cadeautje van mij voor hem. Ik weet dat hij al heel lang op zoek was naar nieuwe voetbalschoenen. Maar elke keer vond hij niet een mooie voetbalschoen. Alleen maar die standaard dingen. Dus dan zei ik tegen hem, weet je wat? Dan maak ik customized voetbalschoenen. Het is misschien wel iets duurder. Maar dan heb je wel je gecustomized voetbalschoenen. Wie kan dat nou zeggen? Ja, hij nu. Maar goed, dus dat is een cadeautje van mij voor hem. Zodra hij ze binnen heeft, dan zal ik zo eventjes echt laten zien. Want op foto ziet alles er natuurlijk anders uit dan in het echt. Maar goed, jongens, het is vandaag maandag. Het is een beautiful day. Gisteren was het gewoon 22 graden. En het is nu 18 graden. Ja, het is nu 18 graden. Maar ondanks dat, jongens, het is herfst. Ik hoop echt dat we dit jaar gewoon sneeuw krijgen. En dat ik gewoon met sneeuwballen kan. Oh joh, dat wil ik gewoon zo graag. Maar ik denk niet dat het erin zit dit jaar. Want de aarde wordt steeds warmer en warmer. En voor je het weet is het winter. En dan, waarom eigenlijk de muur? Is het winter? Hij voelt eigenlijk best wel lekker. Is het winter? En dan lopen we gewoon in onze bikini buiten. Ik hoop zo dat dit jaar sneeuw komt. Echt waar. Tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe weekvlog. We gaan deze weekvlog lekker goed beginnen. Ik ga nog even een thumbnail maken voor vorige weekvlog. En dan zien jullie mij denk ik zo wel even terug. Nou, dat weet ik wel zeker. En ik ga nu een bakje green tea zetten. Dat ding maakt wel heel erg veel lawaai. Laten we even naar de andere kant gaan. En natuurlijk weer, zoals gewoonlijk, heb ik weer een quoteje van Pickwick. Met daarop, wat is het mooiste cadeau dat je ooit kreeg? Mijn mooiste cadeau die ik ooit heb gekregen is toen ik 14 jaar werd. Mijn 14ste verjaardag, mijn 14de verjaardag. En mijn moeder had het helemaal georganiseerd. En dat is het allerbeste cadeau die ik ooit heb gehad. Het is mijn beste verjaardag ooit. En niet om de mensen die er waren. Tuurlijk is het ook wel erg leuk. Maar gewoon omdat dat was mijn verjaardag. Speciaal die ik nog nooit eerder heb gehad. En mijn moeder had lekker hapjes gemaakt. Het was gewoon karaoke. Het was gewoon gezellig. Het was gewoon muziek. Het was gewoon dans. Het was gewoon het mooiste verjaardagscadeau die ik ooit kon krijgen, kan wensen. Er zal nooit van mijn leven een betere verjaardagscadeau komen
dan die van mijn 14e verjaardag. En waarom, dat komt binnenkort allemaal nog wel online, hoe dat allemaal zit. Maar dat is mijn allerbeste en mooiste en prachtigste verjaardagscadeau ooit. Mijn 14e verjaardagscadeau. Maar ik ben wel benieuwd, wat is jouw mooiste verjaardagscadeau die je ooit hebt gekregen? Let me know in the comments. Ken je dat gevoel dat je iets heel graag wil eten, maar je aan het twijfelen bent of je het wel moet eten? Aangezien ik nog steeds in een soort van afvalproces ben en keihard bezig ben met sporten. Ik zit nog al 2 dagen over na te denken om dit te eten, jongens. Wat zou ik doen? Donderdag en ik sta op het punt om de video voor vrijdag op te nemen, aflevering 2 van Dead Secrets. Mocht je dat nog niet gezien hebben, mocht je de serie nog niet kennen, ik verwijs je even naar mijn bio, want daar staat bij vorige video, word je automatisch doorgelinkt naar aflevering 1, aflevering 2 wordt het nu. Maar goed, dan vind je vanzelf wel aflevering 1, alleen ik zit met een klein probleempje, want deze studiolamp doet het de lamp, alleen deze lamp... Hij doet het niet en hij ging aan en ineens, poep, viel die uit. Dus ik denk dat de lamp kapot is. Maar dat hoop ik niet, want deze lampen, die zijn niet goedkoop. Ik ga hem er voorzichtig uithalen. Maar ik hoop wel dat hij het gaat doen, want anders moet ik het met 1 lamp gaan doen. Een opname. En dat is best wel lastig, want dan ben je weer aan de ene kant overbelicht en aan de andere kant ben je niet belicht. En ik kan in principe nog wel zo gaan staan, dat we ook nog wel mee zie ik in het raampje. Maar goed, ik hoop echt niet dat hij gesnapt is, want anders, het is gewoon zo rot om deze lampen te krijgen. En ze zijn zo duur. Volgens mij is hij wel gesnapt. Oké, ik ga het nog 1 keer proberen. Misschien dat er wel iets mis is met de stopcontact. Laten we dat hopen. En dan zie ik jullie zo meteen als ik klaar ben met de video opnemen. Nu zien we toch eerder. Ik heb hem gefixt! Oh, yes! Nu kan het schuifje eromheen. Oh, dit scheelt mij weer zoveel geld en zoveel tijd. Flexi! Oh, het zit vandaag mee hoor. Het zit vandaag mee. Zo. Tadaa! Ik heb nu 2 lampen. Oké, nu ga ik de video opnemen. Nu heb ik er nog extra veel zin in. Want mijn lamp doet het. Ah! Je ziet letterlijk en figuurlijk heel die afdruk van die gear van mij. Oké, geweldig. Wow, hij viel bijna. Wow, mijn haar is vandaag echt pluizig. Het wil niet zitten hoe ik het wil. Het is echt pluizig. Moet je kijken. Het is echt pluizig. En lijkt net tot ik mijn haar niet heb gekamd, maar dat heb ik wel gedaan. De aflevering heb ik opgenomen, jongens. En ik vond het echt niet grappig, want er waren spooky, creepy dingen in. Mocht jij willen weten wat voor spooky, creepy dingen en hoe erg ik schrok en hoe erg ik het niet leuk vond dat die spooky, boeky, doekie dingetjes erin zaten, dan moet je eventjes naar mijn bio, naar mijn beschrijving. En daarin staat mijn vorige video, het linkje van Dead Secret aflevering 2. Mocht je 1 nog niet gezien hebben, nogmaals, kijk dan eerst eventjes 1, want dan heb je een hele uitleg. Of heb ik het in de video verteld? Ik heb dat in de video verteld, niet in de vlog. Wat ik nou weet. Soms hè, dan gaat alles in mijn hoofd door elkaar. Maar in ieder geval, mocht je aflevering 1 ook nog niet gezien hebben, bekijk dit dan eerst. Want daarin leg ik uit wat we precies gaan doen. En dan ben je gelijk vanaf het begin erbij. En daarna moet je aflevering 2 kijken, want die wordt heel erg spooky, boekie, doekie, doekie. En het wordt steeds spookier, geloof me. Het is echt niet leuk. Maar we zijn wel een stuk verder gekomen en daar ben ik blij om. Dus mocht je dit nog niet gezien hebben, doe dat dan even zeker. Hashtag zelfplak, shameless, bla bla bla. Hey guys, het is vandaag vrijdag en ik ben dan samen met Nijt. We zijn nu eventjes aan het wachten op Nijt's moeder, want die is eventjes een broodje aan het halen. En daarna gaan Nijt en ik naar een soort van snackbar. Geen Mac, geen Burger King. Het begint met Kanijn en het eindigt op een C. Ik zou ook echt niet weten hoe die heet. Maar Nijt heeft... Taco Bell. Ja, dat is hem. Maar Nijt heeft een heel grappig filmpje die hij jullie wilt laten zien. Hij vindt hem wel komisch. Hij is best wel grappig. Kijk er maar even naar.
Oké, dit is echt een nep lach. Dat kan je gewoon vertellen. Maar hij is wel grappig. Hij is wel leuk. Hij is wel leuk. Dus ja, wij gaan zo meteen naar een soort van eettent. Dat begint met een K en eindigt op een C. Misschien dat er ook nog een F tussen zit. Zit er een F tussen? Ja, hè? Dat is toch een V? Ja, volgens mij was een V, ja. Of een R. Kan ook nog wel. Oh, jullie dachten... Nee joh, geen KFC. Echt niet. Hallo mevrouw. Nee, KFC. Echt. KFC had er toch niet over? Nee man. Nee joh, we gaan niet naar de KFC jongens. Gaan we naar de KFC. Het is vandaag vrijdag. Het is vandaag patatjesdag. En we hadden zoiets van of we eten gewoon patat thuis of we gaan naar de KFC. En we dachten, fuck it, we gaan gewoon lekker naar de KFC. Hebben we wel verdiend. We hebben weer goed gesport deze week. We zijn alle calorietjes hebben weer verbrand. Hè poepie? Ja. Wat ben je nou weer raar aan doen in je nek? Dus wij gaan naar de KFC. En ik heb echt honger. Het is nu al 7:30. En ik begin de vlog ook best wel laat. Ik heb vandaag geleerd met rekenen. Wat zit je nou te tuteren, man? Ik heb van... Ik heb vandaag geleerd voor rekenen. Ik ben daar samen mee bezig geweest met mijn vader. En ik heb gestofzuigd. En ik heb vandaag gestofzuigd en gedweld. Uit mezelf. Knap, hè? Normaal zou ik dat echt nooit doen. Eigenlijk wel. Ik doe het best wel vaak. Maar de laatste tijd valt het best wel mee. Maar goed, doet er verder niet toe. Ik ben er voor later begonnen. Omdat ik gewoon geen inspiratie had. En geen zin om eerder de vlog te starten. Dus ja. Oké, guys. Dit is de jas. Wat vinden jullie ervan? Hij is wel echt leuk, alleen hij zit hier een beetje strak. Nigel in zijn natuurlijke habitat. Wat zou ik toch eens nemen? Zoveel keuze hier. Ja, maar die zijn ook wel mooi. Ja, maar die andere zijn ook wel mooi. Oh shit, we zijn gesnapt. Guys, en ik heb de jas gekocht. Helaas hadden ze hem niet meer in maat 40, maar wel in maat 38. In principe 38 zit gewoon prima. Alleen bij mijn mouwen zo, hier zo, zit het hier achter, precies achter je oksels, zit het een beetje strak. En dat was creepy, die viel daar iets, zonder dat iemand daar stond. Dat was creepy, hè? Oké. Maar in ieder geval, ik heb een winterjas. Yay! En deze hou ik ook nog gewoon, in principe is deze gewoon goed, alleen... Hij begon hier te slijten en zo. En dat vind ik dan niet meer mooi. En dan vind ik er niet meer netjes uitzien. Dus dit gebruik ik gewoon voor een jas na het sporten. Of als ik naar het voetbal ga kijken of zo. En die andere jas gebruik ik echt voor als ik naar school ga. En gewoon echt, ja, gewoon als ik naar leuke dingen ga. Dan kom je niet met een versleten jas. Dus Nijtje is nu bezig met voetbalschoenen aan het uitzoeken. Want die heeft hij nodig. Want zijn customijschoenen zijn nog onderweg. En dan gaan we lekker naar huis. Het is ook al volgens mij 5 uur of zo. Dus... ik ben geslaagd voor deze dag en ik ben blij dat ik een witte jas heb. Ah. En stond andersom. Ajax stond bij de Feyenoorder en de... Ja. Maar oké, ja. Dan moet je toch niet om huilen of zo, of om lachen? Even kijken, hè? Jij bent... Oh, wacht. Mag ik nog terug? Oh ja. Hij gaat nu gewoon, De ene die... Hij gaat nu gewoon. Nee, kijk. Wij zijn nu Rummy Cup aan het spelen, toch? Als ik het zo goed zeg. Nee. En Nijtje's moeder heeft het eerste potje gewonnen. Ik heb het tweede potje gewonnen. En dit is het derde potje. En dit is tussen Nijtje en mij. Gewoon iedereen ligt gewoon op bed. Het is pas 11 uur. Ik had echt verwacht dat het al 1-0 of zo was. Maar wij gaan nu even het potje afmaken. En ik ga winnen. Ja, dat zeker. Ik ga winnen. Wat heb je erop te zeggen? Your dreams. Ik heb mijn laatste steen en Nijtje heeft zijn laatste steen. En hieruit moeten wij iets gaan maken. En mijn steen is
Oh, ja, wacht, dat kan je zien, hè? Oké. Mijn steen is dit. Dat ziet er niet, want mijn camera zit ervoor. Alright, wie gaat er winnen? Wie, oh wie, oh wie? Dat was ik of jij? Ik ben nog steeds. De aanzien. Weet je wel, wie moet je zo? Zo, de aanzien. Moet ik jou een plekje zien te geven? Maar waar? Wacht. Oké, jou moet ik een plekje zien. Als ik ondertussen jou hier aan toe doe. Jouw opsplits. Jouw hier aan toe doe. Jouw daar aan toe doe. Dan ik jou hier aan toe doe. Dan ik jou hier aan toe kan doen. En dan... Dat is steeds een probleem, zeg. Zo snap ik zeker. Ik zit nog steeds met een probleem, want... Je hebt er hier één, je hebt er daar één. Ja. En wat je hebt niet meer zo lang bedenktijd. En wat kan ik oplossen door... Tromgeroffel. Schat, je hebt nog maar 20 seconden. En dan is je bedenktijd op. Nog maar 10 seconden. Wat nog, hè, zo'n camera. 5, 4, 3, 2, 1. Je bedenktijd is op. Ja, ben je klaar? Dit is zo fucking super. Duper. Duper. Oneerlijk. Zo is het oneerlijk. Ja, maar kijk, je hebt nu al gewoon 30 seconden langer, hè? Nee, je bent klaar. Afgelopen minuut hadden we maar. Nee. Laat maar staan alles. Want je bent toch al klaar. Dankjewel, hè? Nee. Ik heb gewonnen. Nee, ja. Je hebt niet gewonnen. Wat? Want je zit nog steeds met die. Oh ja. Ik moet terug. Nee. Maakt niet uit. Kijk, want ik kan het oplossen door zo te doen. Dan dit zo te doen. Ja, maar je hebt geen zomaar 10. Hou me nou eens eventjes op. Ik kom er wel uit. Ja, ik kan het zo doen. Dan doe ik dit, doe ik hier. Ja, dit doe ik hier. En deze doe ik hier. En nee, dit is niet een leugen. Nee, je kan niet tegen ze verliezen. Je hebt gelogen. Niet? Ja. Niet, je kan er gewoon niet tegen, ik heb gewonnen. Nee, je hebt gelogen. Zo heb ik gelogen. Nee, ik moet me aan die minuut houden. Hè? Ik heb jou nog 30 seconden langer gegeven. Ik had 4 seconden langer, oké? Niet. Wel, niet. Wil je terug gaan kijken? Ja. Nee, want je weet gewoon dat ik gewonnen heb. En je weet dat jij verloren hebt. Ik heb natuurlijk gewonnen. Dit is vals. Oh, helemaal niet. Jij mag opruimen. Kijk, ik kan echt niet tegen als ik verlies. Doei, Nigel. Oh, zo so cute. Hij is boos. Hij kan niet tegen zijn verlies. Hij heeft 2 keer van mij verloren. Oh, nummer 13. Normaal ben je altijd een ongeluksgetal. En voor mij was je vandaag echt een geluksgetal.
Jongens en meisjes, ik ga bij deze wel de vlog afsluiten. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze week. Vond je deze video leuk? Beloon dan zeker met een blauw duimpje omhoog. Vond je het ook leuk dat ik gewonnen heb en dat je voor de tweede keer verloren heb? Beloon dan ook met een blauw duimpje omhoog. Ben je dan niet geabonneerd? Join je bij de club. Het is heel gratis en dan hoop ik jou volgende week en maandag weer terug te zien. Maar gelukkig nieuwe weekvlog. En Nigel gaat hier nog behoorlijk lang last van krijgen. Dat ik twee keer heb gewonnen. Hij gaat dat nog zo vaak horen. Dankjewel jongens voor het kijken. Doei doei!